Zo, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Ben ik weer. Rustige zondag vandaag. Want er is geen voetbal meer. We hebben winterstop. Vorige week wedstrijdje gehad. Ik had al gezegd, er wordt een hele belangrijke. Om goed aan te haken met de middenmoot, moesten we gewoon winnen. Punt 1. Punt 2. Hoe dat we dat doen, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als we maar winnen. Goed. Punt 3. Jee, we hebben gewonnen. Maar ja, het was echt... Maar goed. Wat ga ik er veel over zeggen? Nou, het was wel leuk. Je komt in de eerste helft komen met 2-0 achter te staan. Eigenlijk een beetje knullig. Dan ga je de tweede helft in. Er moest wat gewisseld worden omdat we wat geblesseerden hadden. Maarten, sorry. En de trainer zette me een beetje om. En dan krijg je gewoon dat je wedstrijd nog wint met 5-2. Ideaal. Top. Beter dan dat kan niet. Ongeloof bij tegenstander, zeker. Maar ook ongeloof op de tribune. Van de supporters natuurlijk. En voor onszelf was het alleen maar happiness. Dat is leuk. Dat is leuk om mee te maken. Het was een beetje hetzelfde als vorig jaar bij Unitas 30. Dat je daar uit met 3-0 achter staat in de rust. Dat was nooit binnen 3-0 in de rust. En je kant het dan de wedstrijd en het wordt dan uiteindelijk 6-4. Er zat wel één puntje bij. Daar werd het nog spannend. Wij kwamen op een gegeven moment terug tot 3-3. Kom je terug. Dan maak je op een gegeven moment zelf de 4-3. Toen heel kort daarna werd de 4-4 gemaakt. Toen hadden we echt zoiets van, oké, dit wordt een dingetje. Maar toen hadden we nog een paar reserves op de bank zitten en die kwamen erin. En die hadden het eventjes gefixt en toen werd het uiteindelijk 6-4. Ongelooflijk was het toen ook, in een uitwedstrijd. Maar deze van afgelopen zondag, die smaakte ook goed hoor. Die was ook heerlijk om dan op deze manier de wedstrijd naar je toe te trekken. Voor de winterstop, de laatste wedstrijd van de winterstop. Je ziet dan dat je van plaats 13 in 1 richting plaats 8-9 stijgt. Ja, weet je, dan is het alleen maar goed. Alleen nu komt het volgende. Wat gebeurt er na de winterstop? Dat zijn natuurlijk al van die dingetjes die nou natuurlijk gaan spelen. Hoe pakken we het op na de winterstop? Hé, dat rijmt. Niet dat ik toch heel bang voor ben dat het de andere kant op gaat. We hebben natuurlijk de boel goed afgesloten. Maar ja, zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit. Ik hoop dat we het door kunnen zetten. En dat we de wedstrijden die we nu gaan krijgen, de eerstvolgende twee, dat we die in dezelfde trant door blijven zetten als wat we hebben gedaan voor de winterstop. Ja, meer dan dat kunnen wij niet doen. Maar al met al, was het leuk. Was het leuk. Goed. Nou, zelf sporten geweest. In de gym. Ging niet verkeerd. Ik heb weer een aantal oefeningen gedaan die ik al lange tijd niet meer gedaan had. Ik had weer geprobeerd om te deadliften en te squatten, maar poei. Als je dat al een tijdje niet meer gedaan hebt, dan is het toch wel vervelend om ze nou weer even op te pakken. Ik heb ook bewust voor gekozen om niet te zwaar te pakken. Ik geloof iets van 40 kilo of zo, alles bij elkaar. Of tenminste met zowel deadlift als squat. Dus dat is sommige optieken niet veel, maar om weer te starten vond ik het eigenlijk wel prima.
niet gek doen. Normaal lichaam. Nou. En wat gaan we dan meer doen vandaag? Ja, het is natuurlijk een vrije zondag. Dus nu moeten we gaan kijken hoe we dat in kunnen vullen. Dat gaat goed komen. We hebben nog wat dingetjes thuis te doen. Misschien nou eerst met mijn vrienden op bezoek. En dan... En dan kijken we hoe dat de rest van de dag loopt. Ik ben in ieder geval weer thuis. Het is een korte. Nogmaals gaan kijken, we hebben dinsdag nog een training. Komende dinsdag een 1 training voor de echte winterstop. En dan beginnen wij 4 januari beginnen we weer. Lang zal leven. Goed. Dat is dat. Ik ga stoppen. Tot de volgende keer. Ik ga natuurlijk wel proberen om volgende zondag gewoon een vlogje te maken. En dan zie je volgende zondag weer terug. Want ja, dat blijft ook wel gewoon doorgaan. Het is gewoon een zondag. Die er is. Niks speciaals, niks apart. Wat gaan we trouwens doen met de kerst? We gaan 2 keer uit eten. Dat is wat ik weet. Volgens mij 1 keer. Volgens mij 1 keer naar het ABC en 1 keer naar Seasons of zo. Dacht ik. Dat weet ik niet zeker meer. Dus ik moet even flink trainen. Dat ik wat kilootjes kwijtraak. Dan kan ik die met de kerst weer eraan eten en na de kerst weer eraf trainen. Zoiets? Ik weet niet. Oké, prima. Goed, nou, bij deze. Tot de volgende keer. Tot de volgende zondag. En dan zeg ik nu eventjes duimpje omhoog. Even abonneren op het kanaal. Dank voor de trouwe kijkers en de likers. Dus ik zeg de groeten. En nogmaals tot volgende zondag. Ik zeg ciao.